zee was kalm. Iedereen vertrouwde op de duinen. Niemand dacht aan de schaduw van een onderzeeboot voor de kust. Ik was zelf ook weer een jaar of 30 en had geen behoefte vergelijkingen te maken. Een elegant intellectueel las in de tent iets voor van Henri de Monterland. Het gevaar om met een intelligent meisje naar bed te gaan. Men praat en praat maar. Het bloed stroomt naar de hersenen en verlaat de rest. Na afloop praten, als zij tenminste niet al te veel zin hebben er van door te gaan. Het gezelschap lachte, ook de intelligente meisjes. Een jongen riep, de smeerlap. Op zijn 75ste zal hij nog met jonge meisjes slapen. Ik wist dat hij gelijk had. De Monterland maakte pas op zijn 76ste een eind aan zijn leven.